Ik doe mee met Tour Life, omdat ik dat vorig jaar rondom deze tijd afgesproken heb met mijn vrouw. Het was 30 augustus vorig jaar dat het definitief onomkeerbaar werd. 9 jaar geleden begonnen met borstkanker. Er was wat uitgezaaid, lymfe en beenmerg. Daar had Daniel de Hoed een oplossing voor, omdat ze dus al wel verder waren met medicijnen gericht. Dat sloeg ook aan. Dat heb een jaartje of 7,5 heel erg goed gegaan. Totdat er een tweede vorm van kanker bij kwam, melanoom. En dat was onomkeerbaar. Ze was een ontzettend sociaal, open en betrokken iemand. Ze stond heel erg in de wereld en ze wilde er ook graag op het punt van zijn. Ze is 35 jaar mijn maatje geweest. En ze gaat nog elke dag mee, ook op de fiets. Ja, ik ben nog lang niet klaar met het afscheidsproces. Ik fiets Tour for Life voor haar. Ik fiets Tour for Life voor Daniel Hoed. Ik fiets Tour for Life voor de totale kankergebeuren en alle patiënten die ermee begaan zijn. Ik heb 9 jaar lang zeg maar, als de partner van de stoere Bink uitgehangen. Dat heb ik volgehouden tot en met de crematie en daarna ja, dan stort je wereld in. Vandaag een bijzondere dag, wat ik zei. Het was 30 augustus vorig jaar dat het definitief onomkeerbaar werd. Ja, hoe beleef je dat? Dat begint met een beetje kippenvel en dat begint een keer met wat slikken en een traantje. En dat, ja, dat gaat zelfs op naar een huilbui en dan gaat het weer. Dan komt er iemand voorbij of je ziet iemand en hallo, hoi en succes. Maar dat wederkeert zich. Ja. Een van onze teammaten moest 30 mei te horen krijgen dat hij slokdarmkanker heeft. Dus we zijn eigenlijk niet compleet. Dat hij er niet bij kan zijn, hoe graag hij dat ook wil, maar op dit moment volop in behandeling is. Ja, maakt weer hoe dichtbij het is en hoe het ons allemaal kan treffen. Ja, er moet tegengevochten worden. Kanker moet de wereld uit. Mijn vrouw heeft enorm geleden. Het was een hele zware strijd die ze gestreden had, maar ze wilde niet opgeven. Ze voelde zich te jong en ze voelde zich ook onmisbaar. Ik heb haar beloofd dat ik goed op de meisjes en de jongens zou passen. En dat ga ik doen.